Hallo lieverd, welkom bij deze korte tarot-reading met Annemiek van Tarot en zo. Voor gevorderde omdat ik een clip heb gemaakt voor Weegschaal en Schorpioen. En ik weet niet meer voor wie van die twee het was. Maar ik lag s'avonds in mijn bed en ineens dacht ik bij mezelf, oh, maar daar ging het ook over. En ik heb dat normaal gesproken helemaal nooit. Dat ik nog terugdenk over een clip, de meeste clips. De inhoud ervan onthoud ik ook helemaal niet. Soms wel wat flarden eruit als iemand me erop aanspreekt bij een healing of zoiets. Maar ik maak er zo ontzettend veel en heb er zo ontzettend veel gemaakt. Ik ga dus hebben over een verlengde van een tarot reading voor Weegschaal of Schorpioen. Ik weet niet eens meer voor wie van de twee. Maar ik wil jullie eerst op wijzen dat ik een eigen tarot deck heb gemaakt. De achterkant is misschien bekend voor sommigen van jullie. En het zijn kaarten van mijn eigen werk. Dit is bijvoorbeeld Berendbordje, ging uitvaren. En het is Ecoline met pen. Lekker hè? Deze heb ik ook, zoals de meeste kaarten, kaartjes, tarotkaarten. Dit is A7 formaat, maar ook in A6 formaat, ansichtkaart. Of zelfs A5 formaat, die kan je bestellen bij www.originu.nu. Hier beneden staat mijn website. Ik laat nu even gewoon wat kaartjes zien dat je indruk hebt. De kaarten zijn natuurlijk te koop. Dat kan je op mijn website zien. En hippie hoera. Ik heb er geen nummers bij staan. En geen titels. Soms staan er wat woorden bij. Omdat ik de kaartjes zelf ook heel erg leuk vind. Maar ook leuk vind om dus weg te geven. Dus als je eens een keertje een bosje bloemen aan iemand wil geven. En diegene die voelt zich niet zo heel erg lekker. Dan zou je dus bijvoorbeeld deze kaart erbij kunnen geven. Hé, we denken aan je. Of is die misschien een beetje te bloot voor. Maar iemand die een massage kan gebruiken. Ik heb deze kaart ooit voor mezelf gemaakt. Toen ik aandacht nodig had. Iets van 20 jaar geleden volgens mij al. Ja. Ik ga een videoclip maken over het gebruik van de kaarten. En je gaat het gebruik van de kaarten allicht ook meemaken hier. De twee kaarten waar het over gaat nu zijn deze twee kaarten. Het is een vrouw, een jonge vrouw of misschien een meisje nog. Die wat verlegen, wat schuw, wat onschuldig in elk geval is. En dan is er hier iemand die iets gepresteerd heeft. Die staat op zo'n, ik weet niet eens hoe je zo'n blok noemt. Weet je wel, zo'n winnaarsblok. En diegene die straalt helemaal, die heeft duidelijk iets gedaan dat ze het verdient om op de eerste plaats te staan. Of misschien heeft ze zichzelf er wel opgezet. De lezing ging er in elk geval om van dat, dat je niet elke keer gigantisch hoeft te stralen. Dat mensen jou toch nog wel mogen. Dat je baas toch nog wel tevreden over je is. Dat was de reading. Dat heb ik verteld. Toen lag ik dus in mijn bed. En ik was, bij God, hoe je het wil noemen. En ik moest ineens aan deze kaarten denken. Want dit staat er ook voor. Dat ook al doe jij dingen die niet oké zijn. Of misschien doe je te veel. Of misschien heb je iemand van de eerste plaats afgeduwd. Misschien heb je iemand gemanipuleerd. Misschien heb je iets gestolen. Misschien heb je iemand bedrogen. Misschien heb je, vul maar in. Of misschien ben je wel verlegen geweest. Misschien heb je het niet aangedurfd. Misschien ben je in je schulp gekropen. Of misschien heb je niet je volledige best gedaan. Misschien ben je thuis gebleven terwijl je naar buiten had gekund. De boodschap is, wat het ook is wat je hebt gedaan, hoe het ook is dat je je voelt, wat je ook gezegd hebt, hoe je er ook uitziet, God houdt toch wel van je. Het ontroert mezelf, dus ik denk dat een behoorlijk aantal van jullie nu aangeraakt worden. Het maakt niet uit wat je doet. Je bent altijd welkom. Maakt echt helemaal niet uit. Hoe erg het ook is wat jij denkt dat je hebt gedaan. Je bent welkom in de handen van God. In de armen van God. Ik zeg handen omdat ik zelf soms zo'n beeld voor me heb. Dat ik gedragen word door God. En dan heb je het meer over handen. Je bent welkom. Je bent omgeven door God.
Je kan niet eens weg uit God. Je bent een deel van God. Daar hoor je. God houdt van je. God houdt van je. Onvoorwaardelijk. Echt onvoorwaardelijk. Zonder voorwaarden. God houdt van je.